Districtscommissaris Ricardo Bolla betreurt het dat Cibrano Piqué morgen toch doorgaat met zijn protest, ondanks dat zijn vergunningsaanvraag is afgewezen. Bolla zegt dat Piqué zal moeten instaan voor de gevolgen. Maar als meneer Piqué dus zonder vergunning op straat gaat, dan zal hij moeten instaan voor de gevolgen, want dat betreft het overtreding tegen de wet. Want er is een COVID-wet 1 en er is een wet uitzonderingstoestand, artikel 6. En dat is een presidentieel besluit, dus de man gaat dan ernstig in de fout. En hij gaat daarmee ook natuurlijk, en dat is veel belangrijker, hij gaat daarmee natuurlijk de volksgezondheid, de gezondheid van alle Surinamers in principe. En daarmee levert hij juist een negatieve bijdrage om de COVID juist te helpen verder te verspreiden. Ik zeg als burgervader aan meneer Piqué, ik neem aan dat hij ook een vader is, en zijn rekening houdt met zijn gezinsleden thuis. Het moment dat hij met zoveel mensen in contact wil komen, zoals hij ook aangeeft, ik heb begrepen meer dan 500 mensen, is het een zeer ernstige vorm van onverantwoordelijk gedrag. De politie heeft de DC geadviseerd de vergunningsaanvraag niet te honoreren vanwege de COVID-19 maatregelen. Samenscholing van meer dan 5 personen is verboden. Piqué vindt echter dat dit op niets slaat. Hij zegt dat hij gebruik zal maken van zijn democratisch recht en zijn protest aangepast zal voortzetten. Dat is beloofd. Dat is beloofd. De acties gaan onverstoord door. We gaan wel zoveel mogelijk. We hebben alle ordenteamen samengesteld. Dus sowieso gaan we ervoor zorgen dat we niet in een clinch komen met de politie, die daar uitsluitend aanwezig zal zijn om zaken ordelijk te doen verlopen. Men moet niet vergeten dat corona nooit meer vertrekt. Corona blijft toch? HIV is gebleven, cholera is gebleven, alles is gebleven toch? Dus als men nu gaat tameren, borduren rondom die coronamaatregelen heen, die coronamaatregelen die niet eens nut of winstgevend zijn voor Suriname, dan begrijp je al het miskunde van dit beleid. Want dan zouden ze op zijn minst als de democratie dienen, dan zouden ze op zijn minst een wet of een regelgeving aannemen waar je kan zeggen van oké, men mag protesteren, maar met maar 100 man of met maar 200 man. Maar geef iets aan dat men het wel mag. Cibrano Piqué met zijn protestactie onverkort doorgaat morgen. Hij was van plan om vandaag weer een aanvraag in te dienen, maar op het moment dat we hem spraken was dat nog niet gebeurd.